De kritiek van Jan Publiek. Raymond Labat, tot slot. Die ziet op de webcam dat wij onze gasten drinken uit bekertjes geven. Met een mooi logo erop van NPO Radio, Radio 1. Hij vraagt zich af hoe duurzaam dat is. Het zijn kartonnen bekertjes. Ja, het zijn kartonnen bekertjes. Ja, dus die zijn recyclebaar. We hebben hier zelfs een speciale bekertjes vuilnisbak. Er zitten van die lange pijpen in waar je dus die bekers in kan doen. Ik moet je eerlijk zeggen, want ik denk daar echt wel over na al een hele tijd. Ik heb hier gewoon mijn eigen mok altijd mee. Dus ik gebruik sowieso die bekertjes niet. En ik probeer het ook altijd gewoon tot een minimum te beperken. Misschien moet ik ook eens een echte beker gaan meenemen. Ja. Ik zal er morgen eentje voor je meenemen. Oh, leuk. Fijn. Dankjewel. Tot slot gaan we nog even naar Groot-Brittannië. Vandaag beginnen koning Willem-Alexander en Maxima aan hun staatsbezoek daar. En Jules heeft nog een vraag voor onze verslaggever Karen Alberts. Hij wil weten hoe ze zich voorbereidt op zo'n staatsbezoek. Ja, Karen Alberts, hoe doe je dat? Ja, hoe doe je dat? Eigenlijk zoals je bij elk onderwerp doet. Je goed feiten door in te lezen, door met mensen te bellen. Nou, nu valt er natuurlijk een heleboel te lezen. Zeker als je kijkt hoe ver de historie tussen beide landen teruggaat. Dus dat is één ding. En bellen. Ik heb bijvoorbeeld gebeld met iemand die heel veel weet van die geschiedenis. Gewoon om maar een beetje achtergrondinformatie te hebben. Zodat ik ook de juiste informatie geef als ik op zender ben, zoals nu. Ander belangrijk ding, heel belangrijk voor ons, is om 's ochtends goed te ontbijten. Want het is een heel druk programma. Je gaat van A naar B naar C naar D. En je weet nooit wanneer je even het hebt om ergens een broodje te scoren. Dus dan, Mark, komt er een moment waarvan jij denk ik wel wist dat het nog even hier voorbij zou komen bij Jan Publiek. Ja. Weet je waar het over gaat? Ja, ik probeerde al te rekken. Ik denk dat vanwege de tijd wordt de dag geschrapt. Nee, maar we gaan er toch naar luisteren. We gaan er toch even naar luisteren. Om 7:30 gebeurde namelijk dit. Vanmiddag, zo is de bedoeling. Wat is er? Ik heb eerst nog de hoofdpunten van het nieuws. Ik loop heel erg vooruit. Dat is verschrikkelijk. Ja, dan wordt het een soort wet van Murphy. Hè? Dan gaat alles fout. Ja, echt alles ging fout. Maar wat gebeurde er nou? Ik zat op zich positief. Het volgende onderwerp heel erg voor te bereiden. Dus daar zat ik lekker in. En ik hoorde de jing of the tune. En ik begin meteen maar. Ja, je dacht, want het was 31, je dacht... Dus qua tijd, ik dacht toevallig wel van... God, we zijn best wel vroeg terug. Maar hoorde ik ook niet meteen dat er werd geroepen. Maar dat ging er mis, dus nogmaals excuses. Kan gebeuren.